op, jongen. De mensen in Iran, ik vind ook, die hebben geen leven daar, hoor. Wie hebben geen leven? En, in de plaats van die kleine keitjes moet een grote keien moeten Als je een wipje buiten de deur doet, word je direct gestenigd. Nou, dat vind ik niet normaal. Het is een gravende vrouw, hè? Dan alleen hoofd boven de grond aan het stenen. Niet goed. We waren een beetje te vroeg begonnen. En ik had eigenlijk nog langer moeten wachten, maar door bliksemaanslag vandaag zijn er veel treinen vertraagd. Heb ik gehoord. En zo zijn ook de ploeg van de organisatie zijn laat gekomen. Maar nu ben ik mooi verstaanbaar, hopelijk. Steniging is een van de breedste straffen die ooit is bedacht en helaas nog steeds wordt het uitgevoerd. Als een dergelijke straf tegen dieren werd gepraktiseerd, zouden dierenactivisten wereldwijd ongekend verontwaardigd zijn. En terecht. Gek genoeg merk ik veel minder verzet tegen deze onmenselijke straf wanneer het gaat om steniging van mensen. Stel je voor dat een hond of een aap in de grond tot aan zijn schouders wordt ingegraven zodat hij niet kan weglopen terwijl hij bekogeld wordt met stenen door mensen die in een cirkel om hem heen staan, totdat hij sterft. Alleen al het beeld is te wreed voor woorden. Toch is dat precies wat Sakine Ashtiani, een 43-jarige Iraanse vrouw en moeder van twee kinderen, te wachten staat als ze geen gratie krijgt. StopStoningNow.com beschikt over een namenlijst van 22 andere gevangenen in Iran, waaronder 4 minderjarigen, die veroordeeld zijn tot stenigen en wachten op de voltrekking van hun straf. Ik in Afghanistan, Pakistan, Saudi-Arabië, Irak, Sudan, Somalië, Nigeria en de Verenigde Arabische Emiraten worden mensen gestenigd. Ongeacht welke politieke houding tegenover de islam of de sharia en alle andere voorkeuren, vind ik dat we allen anno 2010 moeten protesteren tegen het doodgooien van mensen met stenen. We kunnen van mening verschillen over de wenselijkheid van seks buiten het huwelijk, want steniging is een straf voor een seksuele relatie buiten het huwelijk. Steniging is de straf voor vreemdgaan. Dus nog afgezien van het feit dat het een wrede straf is, de vermeende misdaad waarvoor het geldig is, is absurd. Waarom zou je mensen doodgooien alleen omdat ze vreemd gaan? Het is een gravende vrouw, hè? Dan alleen hoofd boven de grond aan het stenen. Niet goed. Het is een gravende vrouw, hè? Dan alleen hoofd boven de grond aan het stenen.